allemaal. Ik ben Julia. Ik ben Nathalie. En wij zijn zusjes. Wij zijn nieuw op dit kanaal. En wij gaan kattenfilmpjes maken. Wij gaan ook filmpjes over onze hond, Bella. Dit is Panda. En dat is Koala. Soms willen we ook gasten uitnodigen op ons kanaal. En de gast van vandaag is... Kim. Nou, Kim, wat vind jij van de kittens? Lief. Zijn ze ook soms stout? Ja, soms. Maar je moet ze niet te vaak aanraken. Maar als je naast ze toe komt, dan mag je ze wel aanraken. En soms mag je ze ook optillen. Maar eentje lijkt heel verdrietig, omdat hij is niet verdrietig, maar hij is zo. Zijn ogen lijken zo. Wat hij? Koala, laat je zien. Koala! Dan lijkt het alsof zijn gezichtje verdrietig is. Kijk. Het komt omdat hij wenkbrauwen heeft. Niet zo gemeen doen. Nou, nog. Wat vind jij van de kittens? Nou, ik vind mijn kitten natuurlijk super schattig en leuk. Hey. En ze is soms ook een beetje een deugniet, want ze rent heel erg vaak weg. En ze spelen natuurlijk met elke zaak dat ze vinden. Maar we hebben ook oppasdieren. Omdat onze vriendin op vakantie is. Hey, kijk eens daar. Pip komt er ineens uit. Hi Pip. Hoe gaat het? Leuk? Oké. Okay. En ja. En die komt. En. Het is echt een vreedzak. Hij heeft nu al zijn bakje bijna leeg. Maar hij gooit ook echt alles weg. Al het gezonde. Kim. Nou, Kim, pak eens op en kijk. Laat eens zien hoe je kittens goed en normaal opvat. Nee! Niet geen hamstervoer. Je mag geen hamstervoer eten. Kijk, een kitten pak je zo goed op. En deze kittens zijn het gewend om zo vastgehouden te worden. Nat, ja. Pak jij hem eens over. Oh. En zo pak je kittens over. Ik pak Panda, Koala, even met één hand op. Hier op het buikje. Hier. Pak jij hem maar ook even. Oh. Ja. Oh. Oh, ik ga bijna slapen. Oh ja, en ze slapen veel. Oké, dit was onze video. Tot de volgende keer.